Hallo, welkom op mijn Beleef je dromen vlog. Ik ben hier iets boven Malaga en hier woont Joep. En Joep woont er niet zomaar, nee, Joep verhuurt campers. Ik ga eens aan Joep vragen hoe hij zo ertoe gekomen is om dat te gaan doen. Ja, ik ben hier bij Joep en Joep heeft al heel lang geleden zijn droom verwezenlijkt. Joep, hoe lang zit je al hier? Momenteel woon ik 17 jaar hier. Ik heb ooit in 1999 dit stuk grond gekocht. Toen was hier helemaal niks. En toen zijn we hier in 2001 komen wonen. En toen had de bouwer al gezegd, als hier dan komt, dan hebben we wel een mooi huis voor jullie staan. Maar ja, we wonen hier in Spanje, dus er was nog helemaal niks. Dus toen hebben we een caravannetje hier naartoe gehaald. En dan hebben we daar beneden, hebben we toen 2 jaar gewoond. En toen eind 2002 was het huis klaar. En toen hebben we hier een mooie tijd gehad. En hebben we van alles gedaan. En olijven geplukt. Ik heb bij een beddenwinkel gewerkt in Marbella, dat was hartstikke leuk. En dan kwam je altijd bij hele grote dure huizen en dan kwam je weer hier terug met dat uitzicht. En dacht, ja, hier is toch gewoon veel mooier. Hier ben ik weer thuis. Hier ben ik weer thuis. En toen nou, hebben we een hele mooie tijd gehad. En in 2009 overleed mijn vrouw aan kanker helaas hier. En in 2010 ging mijn dochter in het noorden werken om een camping. En dat zou ze 3 weken gaan doen, of 3 maanden. En ze is toen daar gebleven. En toen zat Joep in zijn uppie. En toen hadden wij 1 campertje. En ik ben toen die ene camper gaan verhuren. Via Marktplaats. En de hele tijd heb ik die camper toen dat jaar verhuurd. En toen heb ik 3 keer 3.000 of 4.000 euro gevangen. En toen dacht ik van nou, ja, als ik dat maal 4 of 5 doe, dan heb Joep een leuke boterham hier. En dan hoef ik ook niet terug naar Nederland. En zo gezegd en zo gedaan. Alleen de hobby is een beetje uit de hand gelopen. En nu hebben we 15 campertjes rijden. Ja, en hoeveel campers heb je nu, zei je? We hebben er nu 15. En straks in januari dan gaan we er nog eentje in Duitsland ophalen. Weer een hele nieuwe. En die verhuren we dan weer voor 95 euro per dag. Met alles erop en eraan. Dus de mensen hoeven alleen maar... een beetje, ik zeg altijd een beetje poen voor mij en een goed humeur. Dan kom het helemaal goed hier. Ja. Nou, dat is wel leuk. Dan haal ik de mensen op van de luchthaven. Die rijden we dan net als gisteren hier naartoe. Met die andere mensen een hapje eten, s'avonds. En als ze 's ochtends komen, ja, dan pakken ze de boeltje en dan drinken ze een kopje koffie. Dan brengen we ze naar boven. Ik reis natuurlijk altijd nog even ons mooie pad naar boven. En even een beetje instructie? En dan een beetje instructie hoe de camper werkt. Sommige mensen hebben al zelf of thuis een oud campertje. En dan is het wel makkelijk. Want dan, maar dan willen ze bijvoorbeeld voor een weekje een camper huren hier. Ja, en dan loont het niet om met die camper voor een week hierheen te rijden. Nou, nu is het of een busje of een camper of... De mensen zijn wel wat ervaren? Nou nee, de meeste zijn onervaren. Ja. Dus dan, ja, dan leg je het uit en dan ga je een stukje mee rijden en dan komt het ook allemaal goed. Ja. Ja. En dan vaak gaan ze gewoon lekker zelf. De eerste nacht stuur ik ze dan meestal of naar Ardales. Daar heb je een heel mooie, de stuurmeren zijn daar. Je hebt het Caminito del Rey heb je daar. Hier bijvoorbeeld in juni, juli. Dan zijn er ook heel veel mensen die een maand een camper huren. Het is natuurlijk prachtig weer. Richting Tarifa, nou, daar heb je stranden, daar kan je echt nog gewoon de hele dag in je blote kont lopen. Ja, en dat is geweldig daar. Ja. Ja, Joep, je huis ziet er wel iets anders uit waarschijnlijk dan 17 jaar geleden. Ja. Ik zie zoveel steentjes en toestanden. Ja, 17 jaar geleden hadden we hier nog helemaal niks. En ik had niet heel veel geld, maar wel heel veel vrije tijd. Ja. En toen ben ik gewoon, want je kan daar, zoals je straks misschien ziet in de campo, heb je die rode stenen. En dan ging ik elke ochtend, als ik mijn dochter naar school bracht, dan haalde ik een wagen en een aanhangwagen vol met stenen. Nou, daar heb ik de muren van gemetseld. En net ben ik nou weer naar de rivier geweest, want dan, vorig jaar hebben we heel veel regen gehad. Dus dan leggen allemaal weer prachtige witte stenen erin. En ik stond hier altijd 's avonds een plasje te doen. Maar ja, dat kon niet meer omdat ik het dicht heb gemaakt. Dus dan heb ik maar een klein urinoirtje op mijn eigen hoogte hier gemaakt. Zodat ik heerlijk een plasje kan doen. Heel handig. Dus dat is hartstikke handig. En zo zijn we heel de tijd bezig. Tenminste, als ik niet met mijn campers bezig ben. Ja. Om een beetje nog verbeteringen of andere dingen toe te voegen. Maar gewoon leuke items. Ja. En dan zijn we beneden weer een huisje voor het paard aan het bouwen. En dat hebben we dan inmiddels al wel gedaan met een grote fundering. Dat er eventueel later als paard er niet meer is. Dat we dan nog een klein appartementje daar kunnen maken. Dus zo ben je eigenlijk de hele dag bezig. Ja, dat is lekker. En dan kan je toch je lege tijd. Want het is nu wat rustiger. Straks moeten we weer mensen ophalen. Kun je mensen iets aanbevelen van als ze een droom hebben en ze
denken erover om, om te verhuizen, om dat te doen? Nou, je moet in ieder geval wel een heel klein beetje de taal spreken. Niet dat je gewoon niks kan. Maar met een beetje de taal en een goede wil. Ik heb bijvoorbeeld hier ook, toen woonden we in de caravan. En dan was ik een olijf aan het plukken. En dan verdienden we 40 euro per dag. Maar ook met 40 euro per dag kan je gewoon eten halen. En je hebt natuurlijk geen hoge lasten. Je hebt dan geen belasting die aan de deur komt. Het is gewoon de tering naar de nering zetten. En dan red je het ook. En ik heb de hele tijd ook bijvoorbeeld hier buren. Die moesten dan open haardhout hebben. Nou, dan ging ik dat halen. Dan rekende ik daar 50 euro voor. Ja. En zo scharrelde je in de week altijd wel wat geld bij elkaar. En inmiddels gaat de economie natuurlijk hier in Spanje ook weer wat beter. Dus de lonen worden weer wat hoger. En ja, er is voor iedereen, als hij echt wil, is er gewoon wat te verdienen. Ja. En er zijn ook nu weer een jongen, ook, die ken ik dan van vroeger. Die is ook weer hier naartoe gekomen. Zo, Joep, heb jij nog wat werk? En helaas was vorig jaar iemand die bij mij werkte overleden. Tragisch. Maar nou is die jongen weer de campers aan het schoonmaken. Dus, en die jongen wil ook weer. En ook daar is is weer een weg voor. Ja. Dus als je je droom waar wil maken, moet je het gewoon doen en niet denken als. Want ja, als, dan ga je het nooit doen en dan blijf je altijd in Nederland. En niet dat Nederland een slecht land is, maar kijk, vandaag hebben we dan eventjes geen zon, maar het is december en het is toch nog 18, 19 graden momenteel. Ja, dat is heerlijk. Het is gewoon lekker weer. Ja. Nou, en dan leef je toch iets lekkerder dan in Nederland. Absoluut. Dus, maak je droom waar. Joep, jij hebt je droom waargemaakt. Ja. Ondanks wat tegenslagen. Ja. Een behoorlijke tegenslag natuurlijk met je vrouw. Tuurlijk, toen mijn vrouw overleed heb ik ook. Toen had ik nog een vriendin in Venlo. En toen dat jaar. Ja, was het gewoon mooi weer. En dan dacht ik, ja. Een beetje waterskiën op de Maas is ook weer leuk. Ja. Maar toen ik op dat moment. In december met mijn bokser langs de Maas liep. In het klote weer. Toen dacht ik, ja. Die Joop die gaat lekker weer naar Spanje. En die gaat daar weer verder wonen. En dat hebben we ook gedaan. Oké. Nou, Joep, bedankt. Graag gedaan. Oké. Veel succes. Laat me het hopen.